er, als het goed is, ja hoor, er wordt open gedaan. In de korte broek. Hi. Dag, ik ben Grietje. Ik ben Rob. Mogen wij even binnenkomen? Ja, natuurlijk, kom erin. Nou, dan lopen we even door. Ja. En nou ja, we hebben van de buurman al gehoord dat het bij jou gaat over boomhutten. Buurman Frank? Ja. Ja, ja, daar weet hij ook heel veel van inmiddels. We hebben het er vaak over en hij vindt het ook leuk. Volgens mij is de jongen, het jongetje in hem ook een beetje wakker geworden qua boomhutten. Ja, en hij heeft hier nu de tijd voor, hè? Dus ja, dat is leuk. En wat zien we hier voordat we weer doorrennen? Ja, dit is een afbeelding van een boomhut die ik in Bilthoven heb gemaakt. Een jaar of 12 geleden, bij een grootmoeder in een tuin. En toen was mijn zoon jaar 7. Die is nu 19, ja, dat klopt, dus 12 jaar geleden. En die heb ik op een soort doek afgedrukt. Is wel leuk om als herinnering te bewaren. Ja. Maar is boomhutten bouwen voor jou een hobby? Nee, dat is mijn passie. Ik, ja, dat is echt mijn passie. Ik werkte 20 jaar in de reclame. Daar heb ik allerlei dingen met mijn hoofd gecreëerd. En op een gegeven moment dacht ik wil iets met mijn handen gaan creëren. En toen dacht ik, ja, wat moet je dan gaan doen? Timmerman worden, dat zat er niet in, want ik had geen timmermansopleiding. En verder gaan denken van, wat kan je nou doen met je handen, met hout, waar je geen opleiding voor nodig hebt. En zo kwam ik uiteindelijk op boomhutten uit. Want kinderen bouwen boomhutten ook niet op basis van een opleiding. Hè? Dit hebben ze ook zelf geleerd. Ja. Dus ik vond het op een gegeven moment leuk om dat te gaan doen. Maar dan op een professionele basis. En ben ik me gaan oriënteren. En in Amerika is er een opleiding voor. En ik had in die tijd zo'n beetje 97.000 airmiles. En daar heb ik een ticket van gekocht en een pick-up truck in Amerika. En dan ben ik daar naartoe gegaan, naar die opleiding. En toen was ik daar. Ik had mijn telefoon thuis gelaten. En uit een telefooncel heb ik een reclamebureau gebeld en gezegd, jongens, ik ga de boom in. Letterlijk. Ja, het is echt erop. Nee, nog een paar weken vakantie, dan gaat het allemaal weer goed met je. Maar ja, dat was heel erg leuk, omdat dat reclamebureau, dat bood me ook de gelegenheid om dat te gaan doen. Ze zeiden, als het over een half jaar niet lukt, dan kom je gewoon terug. En dat was wel een heel fijne gedachte, maar dat is er nooit van gekomen. Ja. En nu doe ik het al inderdaad 12, 13 jaar. Met heel veel plezier. En het is elke keer anders. Ja. Ik heb geen visitekaartjes, ik heb geen catalogus. Het enige wat ik heb is de tekeningen van de kinderen die belangstelling hebben en de ouders. Want dat is het uitgangspunt altijd. Ik wil voorkomen dat kinderen met een vingertje gaan wijzen van die wil ik hebben. Het moet echt uit hun hoofd naar voren komen. En dat is wel. Want laten we ondertussen nog even doorlopen naar de kamer. Ja. Dus het is inderdaad eigenlijk wat jij bouwt is gewoon de fantasie van een kind. Ja, ik bouw dromen. En dromen van kinderen en meisjes en jongens, want je denkt gelijk aan jongens vaak als het om boomhutten gaat. Maar het is 50-50 hoor. Mm. Misschien slaat het zelfs wel een beetje meer langzamerhand door richting meisjes. Het eigen plekje en dat soort zaken. En ja, die tekeningen die zeggen zoveel over een kind. Daarom zeg ik ook, begin nou niet. Er wordt vaak gebeld voor, we willen een boomhut voor ons kind van 1,5 en 3. Maar ja, die weten nauwelijks wat een huis is, laat staan wat een boomhut is. En ik zeg, wacht nou even. Ik begrijp wel dat je als ouder, als je iets wil hebben, dat het dan meteen moet komen. Ja. Maar gewoon een beetje geduld en kom over een paar jaar terug. En dan kunnen die kinderen zelf laten zien wat ze willen, waar ze van dromen. En we gaan het samen bouwen, want dan komt het een beetje op neer. Ja. En als je dan zo'n boomhut gaat bouwen... Ja, er liggen hier allemaal foto's. Ja, hoe komt dat er dan uiteindelijk uit te zien? Ja, ik ben hier toevallig voor mijn website ben ik net wat selecties aan het maken. Maar ja, als ik iets ga bouwen, het eerste wat ik wilde is om veilige bomen te bouwen. Want wat er in Nederland tot dat toe gebouwd werd door kinderen, nou ja, je weet het waarschijnlijk zelf wel. Als je ergens langs rijdt en je ziet een paar pallets in een boom hangen. Spreken nog een paar spijkers uit. Ja, precies, ook dat. En nou ja, dat is niet altijd even veilig. Dus veiligheid zit bovenaan. En het tweede is duurzaamheid. Gewoon duurzame materialen, geen rommel gebruiken. En dat het ook een tijd mee kan, zonder dat er nou allerlei onderhouds of weer risico's van de onveiligheid voorkomen. En dus dat zijn twee belangrijke aspecten. En het derde, het moet passen bij het kind en in de tuin. Dus ik ga vaak op bezoek, behalve de kindertekeningen, ga ik dan ook natuurlijk naar de bomen kijken als ze er zijn. En als er een paar bomen zijn waar we tussen kunnen bouwen, dan zeggen we nou, hier gaan we het doen. En dan maak ik een ontwerp aan de hand van hun tekeningen. En een paar maanden later gaan we met z'n allen de boom in. Ja, want waar moet je nou op letten als je zo'n boomhut gaat bouwen? Nou, je moet op letten op de soort bomen. Hè. Je moet bijvoorbeeld een berk is een niet echt een prettige boom in winter. Er zijn ook met stormen bomen die het eerste omgaan, zo'n beetje. Als je echt een beetje volgroeide eiken en beuken hebt. Dat zijn ook bomen die niet altijd even dicht bij elkaar staan.
Dus bomen die dicht bij elkaar staan, die een diameter hebben van zo'n 30, 40 centimeter. Dus er ook een verankeringssysteem in kan, waardoor die balken die in de boom, aan de boom worden gehangen, er ook in blijven hangen. Dat is een systeem dat hebben ze in Amerika ontwikkeld. Want zoals je weet, bomen waaien niet allemaal tegelijkertijd van links naar rechts en terug. Die wuiven. Dus het moet een systeem komen dat die balk gewoon speels blijft hangen. En dat die boom het als het ware stil hangt en de bomen kunnen blijven doorgroeien en bewegen. Ja. Ja, en dat is belangrijk. In Nederland niet te hoog. Want ja, wij hebben in Nederland eenmaal niet van die sequoia's wat ze in Amerika hebben. Dan kan je echt op 30, 40 meter kan je hoogte kan je een boom het tegenkomen. En in Nederland heb je dat niet. We zijn wat dat betreft in de wereld zijn we Madurodam. Dus je zit over het algemeen op een hoogte van 2,70, 3 meter. En dat is voor een kind, ook voor een volwassen al hoog hoor. Maar je ogen zitten ook nog eens een keer een stuk boven je voeten. Ja. Dus je staat al hoger. Precies. Ja. Ik hoop dat zelf ook nog. Ja, en als we het dan hebben over kinderen en volwassenen. Waar is de boom met jouw achtertuin? Nou, ik had ooit twee bomen voor mijn kinderen. En toen woonde ik in, ook in Nederhorstenberg. Daar is het allemaal wat ruimer en met van bomen voorzien. En op een gegeven ogenblik moesten we gaan verhuizen. Want het huis waar ik daarin woonde werd verkocht. En ik zei, oké, dan gaan we een ander plekje zoeken. Maar hier is helaas geen tuin, behalve de patio met Frank als mijn prettige buurman. Mm. En, mijn kinderen vonden dat verschrikkelijk. Om op een gegeven ogenblik te zeggen, ja, dan moeten we weg vanwege de boomhut. En vooral mijn zoon, hè, die had er echt zijn plek. Oh. En mijn dochter, die is iets ouder, die vond het ook heel erg jammer. Maar nu zijn we hier. En ze helpen ook vaak mee, hè? Dus dat is ook leuk. Dat is leuk. Ja. Ik ben nog wel heel benieuwd wat dan de uiteindelijke droom is. Maar ik wilde ook vragen of jij ons misschien eventjes naar nog een stukje verderop in de straat wil brengen. Ja. Namelijk naar de schoenenwinkel. Dat ga ik doen. Ja, ja? Nou doe ik dat. Nou, oké. Dan lopen we daar samen even heen. Ja, en wat ik dan al zei. Droom je er nou zelf van om in een boomhut te wonen? Dat is mijn volgende hoofdstuk. Ja. Dat mijn volgende hoofdstuk is wonen in mijn eigen boomhut. En ik ga dit jaar, als het goed is, met pensioen. En dat is een soort van punt in je leven waar je zegt, wat zal ik dan eens gaan doen? En ik heb een stukje grond op het oog in Europa, waar ik me wil terugtrekken. In een bosrijke omgeving, ook met de zee aan de voorkant. En daar ga ik voor mezelf een boom uitbouwen. En ik ga er een 3 of 4 bij bouwen. En die ga ik dan verhuren aan toerisme, aan toeristen voor 1 of 2 nachtjes. Dus dat is het volgende. Bedankt voor het mooie verhaal. Wij gaan nu de schoenenwinkel in. Schoenenwinkel. Okay. Ja, nou, dankjewel, hè. Bedankt. Een fijne dag verder. Tot ziens. Dank u wel.